I'm glitching like a Workaround. Goedemorgen gasten, van harte welkom. Mijn naam is Danny Cool en dit is de Workaround. Hele buurt hier wakker denkt allemaal dat de sirene afgaat. Nee. Het is Danny maar met de woep Workaround van de LS Car Meet. Give cars to friends. Ja, een kleine patch is er geweest en dit is de manier om er omheen te werken. Wat heb je nodig? Een auto vanuit je Arena Workshop. De Arena Workshop neem je een auto mee. Of je zou het ook bij de nachtclub doen, maar kunnen doen, maar liever dit. Liever zo bij de Arena. Heb je dat gedaan? Dan ben je met de auto naar buiten gereden. Rij je vervolgens, kijk je even bij de height options of alle jobs op show staan. Alle jobs op show, height options, zodat we al die blauwe jobmarkers op de map zien. Die hebben we zo dadelijk even nodig. En dan gaan we naar de LS Car Meet. Nou, ga ik gelijk even wat uitleggen, want Xbox en PlayStation zijn een klein beetje verschillend. We hebben zo dadelijk een vriend nodig die in een invite only in een job zit. Of bij de Xbox in een solo sessie in een stunt race zit. Want we hebben zo dadelijk iemand nodig waar we de private alert van krijgen. En dat is dus iets verschillend tussen Xbox en PlayStation. Ga vervolgens met je auto naar de test track. Test track, ik kies voor Enter Alone, maar geloof niet dat dat echt heel erg uitmaakt. Dus test track met de auto die uit de Arena komt. En dan ga ik je laten zien hoe je de workaround kan doen. Als je daar naar de uitgang wil van de LS Car Meet, dan deden we dat met de job. Nou, dat werkt dus niet meer. Wat je wel kan doen is driehoekje inhouden, Y-button op de Xbox. Dan kom je ook bij die uitgang terecht. Dan krijg je ook deze alert screen. Oké, nu gaan we hetzelfde doen, maar nu houden we onze options/start-button ingedrukt. En als de bar vol zit, laten we onze options-button los. En dan opent dus je options-menu voor de uitgang van de LS Car Meet. Dit is wat je wilt te zien te bereiken. Als je dat gelukt is, dan open je vervolgens de map door middel van je interactiemenu en dan start je een blauwe job ergens op de map. Maakt niet uit welke job, start hem even op en spring er gelijk weer uit. Dus dat is even om uit die job te komen. Ben je daar, sta je hier zo, als je alles goed hebt gedaan, frozen op het dak van de LS Car Meet. Je zal jezelf niet zien, je zal ook niet kunnen lopen, maar dit is de uitkomst die je wenst te hebben. En dan gaan we de vriend joinen. De vriend die dus in die invite only in de job zit, of bij de Xbox in een stunt race, in een solo sessie. Die ga je joinen, of zo via de vrienden tab, of je doet het via de console. Dat maakt niet uit, je wil dus de melding accepteren dat hij in een andere sessie aan het spelen is. En daarna krijg je de melding dat hij in een private sessie zit. En dan accepteer je die ook. En dan kom je terug op het dak van de LS Car Meet. Je zal jezelf weer kunnen zien. En vooral belangrijker nog, we kunnen weer bewegen. Het is niet meer zo koud. We zijn niet meer bevroren. Nu willen we naar beneden, maar dat mag niet door de LS Car Meet zelf heen. Dus of je loopt van de trap af, of je valt je eigen gewoon helemaal te pletter en je springt gewoon naar beneden. Het maakt allemaal geen ruk uit. Als je maar weer beneden bent en niet in de LS Car Meet bent geweest. Vervolgens roepen we even via de interactiemenu het voertuig op wat we hadden meegenomen. Of je belt de mechanic en dan roep je hem even goed nog op, maakt niet uit. Maar wat we gaan doen is terug met deze auto de workshop level in van de Arena. En als ik dan selecteer workshop level, gaat het beeld knipperen, stap je direct uit de auto door middel van driehoekje, Y-button. En dan val je door de map heen en dit is de uitkomst. Nou, we gaan even testen of de glitch gelukt is. Roep even je RC Bandito op via je interactiemenu. Stap uit de RC Bandito en als je dit ziet, dat je een knipperend karakter ziet, dan is alles gelukt. En ben je weer glitched out? Yeah, kunnen we de glitch weer doen? Gaan we weer naar de Gift Cards to Friends plek. En daar is alles hetzelfde zoals het altijd was. Dus hier is de oude video, want zo ging die altijd. Maakt ook niet uit. Als je doodgaat, maakt het voor de glitch helemaal niks uit. Zolang je maar niet in de nachtclub komt, in de arena, in de casino en dat soort dingen, dan zal je gewoon glitched out blijven en dan kan je die auto's krijgen. Alweer die auto, mama? Echt serieus? Meen je dat nou? Je geeft me steeds die auto. Heb je niks anders of zo? Nee. Ze heeft ook niet veel anders. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. We doen even de MOC-aanvraag. Hè? Kijk even richting de stad. Jij en je vriend, kijk even richting de stad. Dan zal die zo dadelijk achter je op de map komen. En dat is makkelijk. Dan hoef je ook niet hem eerst te halen en moeilijk te doen. Want dit is echt de plek waar we de gift cars gaan doen.
Oké, wat gaan we opgeven? Een gratis Elgi of een Vegio? Mag één van de twee. Ik gebruik Vegio's, want die kan je heel makkelijk met je motorclub, met je motorpresident opvragen. Mogen ze niet in je motorclub staan, hè? Let daar goed op. Maar in een gewone parkeergarage. Ja, daar heb ik een Vegio staan. Je mag natuurlijk ook Elgi's gebruiken, maar absoluut geen straatauto's, hè, voor de giftcars. Gebruik ze niet, want ze worden helemaal dirty, die auto's. Ze zijn sowieso wel dirty, maar daar komen we straks nog even op. De vriend komt achterop zitten. De vriend die de auto geeft, die gaat achterop zitten en die opent zijn options menu, zijn pauze menu, zodat hij tegen de map aan zit te kijken. En wij gaan naar de dingen toe, achter de MOC staan. De vriend blijft dus de hele tijd in zijn pauze menu. Wij klikken op het rechte pijltje en dan krijgen we de personal vehicle storage is vol, want er staat al een auto geparkeerd erachterin. Dat is niet erg. Accepteer de melding maar. De vriend wordt vanzelf van de motor afgekikt. En de auto die achterin de MOC stond, die wordt nu gedrukt naar de plek waar deze Vegio vandaan kwam. Die ben je dus niet kwijt, die staat dus gewoon op de plek waar deze Vegio vandaan kwam. Vervolgens selecteren we als allereerste een story mode character. Dus eerst story mode character selecteren en je drukt op nee bij de melding of je naar story mode wil, want dat willen we natuurlijk niet. Dan gaan we bij de blauwe cirkel staan en dan kiezen we voor de optie Enter Alone. Je moet vrienden zijn met elkaar, dus je moet echt die optie Enter Alone hebben. Nou, heb je dat gedaan? Dan kom je in een zwart scherm. Wat doe je dan? Je drukt je pijltje naar beneden ingedrukt. Je houdt je rechter joystick omhoog. Dan laat je je pijltje naar beneden los. En dan krijg je de zwarte alert screen of je een story mode wil. Nee, dat wil ik niet. Dus dan klik je op nee. Je staat onzichtbaar op de map. Je stapt in de auto van de vriend. En bam, dit is al jouw eerste auto die je van de vriend hebt gekregen. Deze kan je heel makkelijk blijven herhalen. Wat moet ik doen? Ik moet even een nieuw Vegiootje of een nieuw Elgi bestellen. En de vriend die bestelt een nieuwe auto. Ja, zo simpel is het. En dan kan je maar achter elkaar door blijven geven. De hele tijd blijven die auto die achterin staat maar doordrukken naar de plek waar de Vegio vandaan kwam. Of de Elgi of wat je dan ook gebruikt. Vriend komt achterop zitten. Die opent zijn pauze menu. Jij doet op rechts klikken. Personal vehicle store is vol. Accepteren. Nou, vriend wordt van de motor afgekikt. Jij zet hem een klein stukje naar achter. Je selecteert eerst je story mode character. Je klikt op nee. Je gaat bij de MOC staan. Enter alone. Je gaat weer die story mode character selecteren. Je krijgt die melding. Een keer klik op nee. En vervolgens kom je op de map onzichtbaar. En je stapt in de auto van de vriend. Bam. En dat is alweer twee. Ik heb echt serieus van de week... Ja, ik heb heel veel geld, maar ik heb toch van vrienden al die auto's overgenomen van de nieuwe DLC. Ja, zo krentig ben ik dan ook weer. Ik ben echt een Nederlander wat dat er gaat, dus lachen man. Hey, ik heb binnen no time, geloof ik binnen een kwartiertje, had ik al die auto's. Ja, en het zijn kopieën, je ziet het hè. De vriendse auto, die blijft gewoon gespaard. Gebruik dit niet voor een money glitch, want ja, die auto's die leveren geen drol op. En ze zijn vaak ook dirty. Dat kan je checken. Hè? Als je zelf je eigen iFruit kentekens hebt, dan ga je naar de modshop, dan ga je naar plates. En dan kijk je of je die persoonlijke plates kan kiezen. Kan je een persoonlijke plek kiezen? Ja, dan kan je vervolgens hier zo op klikken. Dan klik je een andere plate. En als je een andere plate hebt geselecteerd, dan is die goed. En dan is die niet meer dirty. Dus als je eigen kentekenplaat erop zit, dan is die niet meer dirty. Levert die dan ook geld op? Nou, nee, niet echt. Laat maar kijken. Wat zal die opleveren? Wat zal deze auto nou opleveren? Zo'n dikke, vette, dure supercar. Wat gaat die opleveren? Cel. 3000. Oh, gasten. Lees een keer de beschrijving. Welke auto levert wel geld op? Welke auto levert geen geld op? Je kan het allemaal zien hier beneden in de beschrijving. Ook Daily Selling met al die dingen. Dirty cars. Wat is dit? Wat is dat? Check de fucking beschrijving, gasten. Dit was hem voor mij. Ik ga give gevulde koek to friends doen. Nee, dat ga ik ook niet doen. Ik ga lekker zelf op opeten. Nou, dit was het voor mij. Danny Cool signing out. Till next time. Yo.